Een voorbijganger filmt vanaf dat moment wat er gebeurt. Te zien is dat een van de twee verdachten tegen de grond wordt gehouden door een controleur, terwijl de andere door een tweede controleur op afstand wordt gehouden. Na korte tijd wordt de verdachte links in beeld ook tegen de grond gewerkt. De ander blijft zich verzetten tegen de RET'er die hem in bedwang houdt. Het gaat met zoveel geweld dat beide controleurs verwondingen oplopen. Eén die heeft een middenhandsbeentje gebroken, heeft blauwe plekken opgeropen, een knieband verdraaid en zelfs nog bijtwonden erbij gekregen. En ook die andere RET-medewerker, ja, die is wel bont en blauw. Binnen een paar minuten arriveert de politie, die zich over de twee mannen ontfermt. De agressiefste van de twee schopt nog een ruit van een politiebusje kapot, maar dat is niet gefilmd. De twee jongeren zitten nog vast. Het gaat om een 18-jarige en 17-jarige Rotterdammer. Eentje die stribbelde er vooral heel erg tegen, dat is de 18-jarige Rotterdammer. Die andere die bemoeide zich vooral met de aanhouding. Maar zoals ik zeg, ze zitten allebei nog vast en worden de komende dagen gehoord. En morgen of overmorgen, dat is dus donderdag of vrijdag, misschien ook voorgeleid bij de rechtercommissaris.